Deze uitzending wordt u aangeboden door Rechtefiber, Kenny Sport en Shubi Reizen. Leuk dat u kijkt naar het Weekjournaal. Deze week hebben wij de volgende items voor u. 11e G-voetbaltoernooi bij FC Twente een groot succes. Sam Hartgerink, pupil van de week. Dr. Fadrang Tournament vindt plaats bij Excelsior 31. Han Polman in Man van Fiets. En een voorbeschouwing op Excelsior 31, Harkemaase Boys. Dinsdag stond het jaarlijkse G-voetbaltoernooi op het programma bij FC Twente. Spelers van FC Twente voetbalden samen met cliënten van de Twentse zorgcentra, waaronder een aantal leden van Excelsior 31. Goed, ja, met Excelsior. Goed, ja. En hem kennen we natuurlijk al lang. Die is er ook niet door. Okay. Jan Veerneklaas, ja. De hoeveelste keer is het dat jij hier al bent? Zoveelste keer. Ja. Je hebt een contract bij Excelsior en als wat? Als een zaakwaarnemer. Zaakwaarnemer van wie? Van Rian. Ja. Maar ze kunnen nog steeds kampioen worden, of niet? Ja. Kerstdag, jongens. Ja. Hoe was het van de week bij FC Twente? Van de week? Ja, we hebben helaas verloren. En vandaag ben ik ook alleen maar aan het verliezen. Dus dat klopt niet. We hebben net gewonnen. Alweer gewonnen? Ja. Voor mij hebben jullie alles nog gewonnen. Maar jullie hebben ook een hele goede speler in je team. Ja. Voor mij Robert Schilder, of niet? Ja. Robert Schilder. Robert Schilder wint bijna altijd alles. Nou, hoe vind je van... Wat vind je van mijn techniek? Van jouw techniek vind ik heel goed. Vind ik heel goed. Ja? Ja, ja, dat kan ik bijna niet weten zelfs. Ach, hier, van Thijs, die dit kan goed filmen kan. Ja, hij kan heel goed filmen. Maar daarom zijn jullie ook zo'n goed duo, want jij kan zo goed vragen stellen. Ja. En, hij kan heel goed filmen, dus dat is wel echt... Echt te content, hè? Ja. Hoeveelste keer is het dat je hier bent? Een paar keer. Een paar keer al? Ja. En heb je het toernooi al een keer gewonnen of niet? Verloren. Wat vond je van de wedstrijd net? Vandaag wel een hele goede wedstrijd. We hebben gewonnen. Maar net gewonnen, hè? Ja. Maar net, hè? Ja. Ja, en er was inderdaad een hele mooie golf. En dan zouden we maar één winnen en daar waren wij. Jullie moeten zo zondag wat winnen, hè, van AZ? Dat is wel de bedoeling, ja. Daar moeten we wel alles voor doen. Wat was er van de week gebeurd toen tegen PEC Zwolle? Ja, tegen PEC Zwolle, hè. Met penalties. Dat is 50-50, hè. Gaat erin of hij gaat er niet in. En helaas hebben we die verloren. Ik vind het jammer dat jij weg bent van Excelsior. Ja, dat vind ik ook jammer. En heb je wel goede voetballers bij je van Twente? Ja. Wie zit er bij jou in het team? Hier. Joachim? Ja. Die kan er echt helemaal niks van. Die kan er echt helemaal niks van. Nee. Hij moet spelen. Je moet weer spelen. Goed man. Ja, gewonnen. Ja, hoeveel dan? 3-0. Gefeliciteerd. Ja, jij ook. Gefeliciteerd, hè. Mag ik iets zeggen? Ja. Waarom ga je niet naar Ajax? Dat is het verboden woord, hè? Dat is het verboden woord, hè? Dat mag je niet zeggen, hè? Dat weet je, hè? Ja, dat weet hier zijn we voor Twente, hè? Ja, ja, toch dus? Ja, voor Twente. Ja, goed zo, jongen. Ja. Finale, Jan. Hey, finale. Ja, in de finale. Tegen wie moeten jullie dan? Tegen de Zwarten. Oké, ga je het winnen? Ik denk het. Verdorven. Leuk, hè? We staan in de finale. In de finale nu, dus moet je nu spelen? Ja. Ja? Wie is er bij jou? Robert.
Schilder, zie ik. Rob Schilder. Kasper? Ja. Goed zo. Nou, zet hem op, hè. Ja. In, hè. Ja, doen we. Afgelopen zaterdag was er ook weer een pupil van de week bij de wedstrijd Excelsior 31 tegen ACV. Ja, voor me zit Sam Hartgerink. Heb ik goed, hè? Ja. En wat ben jij vandaag bij Excelsior 31? Pupil van de week. Nee, ze kwamen ineens bij je van, goh, wil je pupil van de week worden? En wat dacht je toen? Leek me wel leuk. Ja, dan komen dadelijk veel mensen. Wat denk je dan, Sam? Nou, dat het wel spannend wordt. En heb je goed geslapen vannacht? Ja. Ja, heb je er wel aan gedacht van morgen ben ik pupil van de week? Ja. En wie is jouw favoriete speler, weet je dat, van Excelsior 1? 31, Joran Pot. Hoi Sam, ik wens je heel veel plezier vandaag. Geniet er lekker van. In de eerste week van mei staat Excelsior 31 in het teken van het Dr. Fadrang Tournament. Een toernooi dat wordt georganiseerd door de KNVB. Samen met Excelsior 31 het organiseren van een toernooi van 4 dagen in de meivakantie. Wat moet voor zo'n toernooi gedaan worden? Dan moet je eigenlijk denken aan het beschikbaar stellen van het complex van Excelsior aan de KNVB en daarbij ook eigenlijk de inzet van de vrijwilligers. Wat je daar natuurlijk voor terugkrijgt is mooie wedstrijden op het sportpark. Tussen meerdere landen. Bij de jongens onder 14 spelen Nederland, Schotland, Tsjechië en Turkije. En daarna speelt ze onder 15 twee wedstrijden tegen Duitse tegenstanders. Tegen Meppen en tegen Westfalen. Nou hebben we hier eerder Interlands gehad, georganiseerd dus ook door de KNVB. Waarom is het nu weer Excelsior geworden? Dat heeft meerdere redenen, maar één reden daarvan is onder andere een kunstgras hoofdveld. En door een kunstgrasveld kun je meerdere wedstrijden op één dag spelen, zonder dat het veld daar veel onder te lijden heeft. En zodoende met het complex van Excelsior dachten wij van dat is een goede invulling voor dit jaar. Daarnaast gaat het er ook vooral om in eerste instantie om de aspecten voor de teams. Dus denk dus aan ten eerste het veld, maar ten tweede ook genoeg kleedruimtes. Daarbij een ontvangstruimte voor genodigden. Een tribune waar mensen op kunnen zitten natuurlijk. En genoeg parkeergelegenheid. En zo zijn er nog een aantal zaken. Daar heeft Excelsior al ervaring mee naar aanleiding van afgelopen jaar. En in een wat een makkelijkere vorm voor dit jaar, zeg maar voor het Vaderlands Tournament, hebben we het weer zo opgezet. Levert het financieel nog wat op voor Excelsior 31? De entree is gratis van het evenement. Dus eigenlijk alle jeugd en geïnteresseerden die kunnen zoveel wedstrijden kunnen komen kijken als ze willen. Ja, en daar zit het vooral ook in om natuurlijk vanuit de catering voor de vereniging wat omzet te draaien. En zodoende naast een leuk voetbalfeestje op het complex ook een centje te verdienen. Het is natuurlijk prachtig voor een vereniging dat je zoiets mag mede organiseren. Zit er nog meer in het vat voor Excelsior 31? Nou, we zijn natuurlijk al wel bekend met Excelsior 31. Wat je al aangaf, afgelopen jaren zijn er al meerdere interlands gespeeld. Van de speelsters onder 15 en onder 17. Nou, dat is goed bevallen. Dat is natuurlijk ook een reden waarom we dit jaar terugkomen. Dus er ligt vast en zeker weer meer in het verschiet. Het is weer tijd voor ons vaste item Man van Fiets. Deze week met Han Polman, man van fiets, wat zijn de verwachtingen? Ik verwacht er eigenlijk niet veel van, want ik heb een blessure aan de knie, dus, maar ik doe mijn best. Altijd met pijn, altijd nog proberen. Ja. Succes. Dankjewel. Kom maar,
Han, toch nog 3 punten, een beetje tevreden? Ja, niet onderaan geëindigd en geen goed bij de knie. Dus... Dat is het belangrijkste. Ja, dank je. Geef goed. Nou, dankjewel. Jo, dank je. Han Polman was voorlopig de laatste kandidaat in Man van Fiets. Over een aantal weken zal de finale avond opgenomen worden, waarin onder andere Koen Vloedgraven en Grades en Penius nog in actie komen. Mochten zij de koppositie niet innemen, zal er ook nog een shootout plaatsvinden tussen Simon Bajsoy en Patrick Gerritsen. Het eerste elftal ging zaterdag onderuit tegen ACV. Met nog 3 competitiewedstrijden te gaan, is de wedstrijd van aanstaande zaterdag tegen Harkemaasse Boys cruciaal in de strijd om het kampioenschap. Ja, die wedstrijd is natuurlijk heel belangrijk. Afgelopen zaterdag heb je punten laten liggen. Terwijl je juist bovenaan had kunnen staan op dit moment. En dan had je het nog in eigen hand gehad natuurlijk. Maar ja, zaterdag is cruciaal. En ik denk niet alleen zaterdag. Ik denk dat je nu gewoon 3 finales speelt. Dus de komende wedstrijden, ja, dan worden de prijzen verdeeld. Ja, je zegt het al even. Je had het in eigen hand kunnen hebben. Gezien de uitslagen had je het eigenlijk ook in eigen hand. Je verliest wel. Hoe is dan het gevoel na die wedstrijd? Ja, dat is zuur natuurlijk. Ik bedoel, als je domineert en je maakt het spel in... je moet jezelf dan eigenlijk belonen. We hebben de kansen ervoor gehad en die gingen er niet in. En dan zeggen ze toch vaak dat die dan wel aan de andere kant valt. En dat was afgelopen zaterdag het geval natuurlijk. Ja, als we even kijken naar aanstaande zaterdag. De wedstrijd tegen Harkemaasse Boys. De trainer van Harkemaas zei afgelopen zaterdag dat Excelsior de titelfavoriet was. Zien jullie dat zelf ook zo? Nee, goed. Kijk, ik bedoel, als je zo ver bent gekomen, moet je het afmaken. En ik begrijp ook best wel dat mensen zeggen dat wij de titel favoriet zijn. Ik bedoel, als je kijkt wat voor reeks wij met name na de winterstop hebben neergezet. Met z'n allen. En hoe wij daar eigenlijk op doorgaan. Ja, nou, een paar keer misstapjes. Maar ja, goed, je hoopt dat de concurrentie dat ook doet. En dat hebben ze ook gedaan. En daar hopen wij nu nog steeds op natuurlijk. Maar ja, goed, als mensen zeggen Excelsior is een titelkandidaat, dan kan ik me daar wel in vinden. En of hij dat doet om ons de druk op te leggen, dat weet je natuurlijk niet. Er kan van alles achter zitten. Maar misschien meent hij dat ook gewoon. En vindt hij dat gewoon, is dat zijn mening? Heb je meerdere mensen die dat zeggen, die ook aangeven van nou ja, jullie spelen het beste voetbal uit de hoofdklasse C. Ja, als we even kijken naar jou persoonlijk. Denk jij dat de verdedigers in de hoofdklasse C meer op jou zijn gaan letten omdat je zoveel scoorde, omdat je topscorer was opeens? Ja, weet ik niet. Ik snap best wel dat ze van tevoren onze wedstrijden bekeken hebben. En dat ze natuurlijk ook een bepaalde tactiek hebben tegenover ons spel. En of ze dan extra op mij letten, ja. Dat zou ik niet weten. Als dat zo is, dan is het alleen maar gunstig voor medespelers die daar dan gebruik van kunnen maken. Dus je kijkt eigenlijk positief naar de wedstrijd van Harkema als het daarom draait? Ja, als dat het geval is. Ik heb bij wijze van twee tegenstanders die mij proberen uit het spel te halen. Ja, dat betekent dat iemand anders ruimte krijgt en die moeten daar gewoon van profiteren. Laten we nog even terugkijken en vooruitkijken tegelijk. De wedstrijd in Harkema. Ik weet nog dat je veruit de beste was op het veld. Wat weet je zelf nog van die wedstrijd? We kwamen op 1-0 achterstand, onnodig. En het was weer zo'n wedstrijd dat wij eigenlijk het spel maakten. En zo ga je de rust in. De tweede helft maak ik volgens mij de 1-1. Binnenkant paal en volgens mij in de laatste paar minuten of blessuretijd zelfs, weet ik niet, scoorde Rob de 2-1. Dat is natuurlijk ook wel kwaliteit. Ik bedoel, we hebben best wel vaak gewoon wedstrijden beslist. Dat was weer zo'n moment dat kwaliteit naar boven kwam en uiteindelijk overwint kwaliteit natuurlijk. Die kwaliteit neem je mee naar zaterdag? Dat hopen we wel. We proberen natuurlijk in deze periode iedereen zo goed mogelijk fit te houden. En zaterdag moet je er met z'n allen weer staan. En we gaan natuurlijk ons best doen om het bovenin de druk erop te houden. En dan hopen dat de concurrentie punten laat liggen. Een samenvatting van de topper tussen Excelsior 31 en Harkemaasse Boys is in de loop van het weekend te zien op Excelsior 31 TV. Voor nu bedankt voor het kijken en graag tot zaterdag. Deze uitzending werd u aangeboden door Regafiber, Kennisport en Shubi Reizen.